Nou, komende vrijdag, Sipke, tegen FC Eindhoven. Wat is dat eigenlijk voor een ploeg? Nou, Eindhoven is ook weer een lastig ploegje. We hebben daar verloren. Dus ik vind ook dat we dat nog even recht moeten zetten hier thuis. Het is een ploeg met individuele kwaliteit. En zeker ook met een rij Vloeten die dit seizoen heel erg goed doet. Nou, het is een ploeg met pieken en dalen. Hè. Die kunnen dik winnen, maar die kunnen ook ruime nederlagen incasseren. En voor ons ligt de grootste uitdaging om Eindhoven natuurlijk in eerste instantie thuis te verslaan. En het liefst met prachtig mooi voetbal. Ja, want jullie willen het publiek nog een laatste keer vermaken in de competitie? Ja, maar dat is elke wedstrijd voor ons een doelstelling. We hebben twee doelstellingen per wedstrijd. Dat is 1, de wedstrijd winnen. En 2, met attractieve voetbal de wedstrijd winnen. En ik hoor net dat er alweer 8000 kaarten zijn verkocht. Dus ik vind het ook voor ons een prioriteit om het publiek te gaan vermaken. Ja, want ga je dan ook spelen sparen nu je eigenlijk nergens meer om speelt? Ja, een tweede plek is nog mogelijk. Ga je dan ook spelen sparen? Nou, spelen sparen is in deze fase niet zomaar iets. Hè? Want als je spelers gaat sparen, wij moeten logisch aan nadenken. Wij moeten zorgen dat spelers straks stuk voor stuk fit zijn voor de na-competitie, voor de play-offs. En dus jongens sparen in deze fase, dat gaan we waarschijnlijk niet doen. Hè. Dat kan misschien wel 1 of 2 wisselingen zijn. Maar zoals het nu staat, zal de basis heel dicht liggen bij de basis die afgelopen vrijdag heeft gespeeld. Want Sander van der Steeg staat dan nu op 4 gele kaarten. Ga je daar rekening mee houden richting de play-offs? Nou, wat ik heb begrepen is dat de kaarten die nu worden gehaald niet tellen voor de play-offs. Hè. Dus stel dat Sander van der Steeg nog zijn 5e gele kaart haalt, dan is hij pas geldig voor de start van de volgende competitie. Hè, dus daarin hoeven wij geen rekening te houden met gele kaarten. Voor ons is het gewoon belangrijkste dat wij straks alle spelers die wij tot onze beschikking hebben, fit hebben voor de play-offs. En daar gaan we onze weg in vinden. Je ziet ook afgelopen week dat toch weer 7, 8 jongens ook met de belofte hebben gespeeld om hun minuten te maken. Dus daarin zorgen wij gewoon dat straks alle jongens gewoon fit zijn. Ja, want hoe fit is de groep? Zijn er nog blessures? Er zijn Delvecchio Blexen en Nordin Boetsema trainen nog niet met de groep mee. Maar voor de rest stonden we vandaag weer met 25 jongens op het veld. Dus dat zegt het al. Hè. We hebben op dit moment 22 veldspelers en 3 keepers fit. Dus voor ons is het heel erg mooi om zoveel fitte spelers te hebben. Ook jongens die allemaal stuk voor stuk het niveau van een Cambuur aan kunnen tikken. Dus dat belooft iets voor de komende weken. Dan even vooruitkijken naar de play-offs. Je kunt verschillende ploegen loten. Waar hoop jij dan eigenlijk op? Nou, daar heb ik niet over nagedacht. Hè. Welk team wij tegenkomen, wil ik toch even terug. Ik vind het al heel erg knap dat wij in deze situatie zijn. Hè. We zijn straks als best gekwalificeerde. En wie daar tegen ons speelt, dat zien we straks over 2 weken wel.